We hebben vandaag dus het eerste contract getekend in de gemeenteraad voor Rood voor Rood. En wat houdt Rood voor Rood in? Dat betekent dat wij, maar in ieder geval dat mensen, particulieren, stallen, oude bedrijfsgebouwen in het platteland, bij boerderijen, slopen. En dat wordt gefinancierd door de mogelijkheid dat ze een bouwkavel ervoor terugkrijgen om een woning te kunnen bouwen. Kijken naar rechts en dan zien we twee nieuwe huizen staan met een kleine hoogstamboomgaard ervoor. Wanneer ga je hier wonen? Ik hoop hier in de zomer van 2009 te kunnen wonen. Thea van der Geest, in 2008 februari stonden we hier. Mm-hmm. Beetje het erf van de familie Lenderink. En nu is het een gezamenlijk erf geworden. Van wie precies? Van drie families. De familie van Jaap Starkenburg en Annette van Maaseik. De familie van Thea van der Geest en Jeroen van Westen. En de familie van Henk Seim en Lisbeth Afman. Okay. En jullie hebben dit plekje gezocht in Nederland. Jullie zijn al jaren met de voorbereiding bezig geweest. Dit gekocht en hebben het gebouwd. Naar wens? Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, we zijn er heel blij mee dat we er nu echt in die nieuwe huizen die gebouwd zijn kunnen gaan wonen. Of zijn gaan wonen. Ja. Nou, en we zijn hier dus geweest in 2008 en nu weer. Omdat het eigenlijk de eerste... Ja, het project is van Rood voor Rood regeling. Kun jij een beetje uitleggen wat de Rood voor Rood regeling is? Ja. Het is een regeling van de provincie om te zorgen dat boerderijen die niet meer als boerderij gebruikt worden, dat het erf zeg maar opgeknapt wordt, mooi gemaakt wordt, de omgeving nog mooier gemaakt wordt. En als compensatie voor alles wat je erin investeert om het mooi te maken, onder andere het slopen van schuren en dergelijke, of ruïnes, wat er ook staat. Als compensatie daarvoor mag je dan een huis bouwen. Okay. En een van die twee nieuwe huizen is dus het Rood voor Rood huis, zou je kunnen zeggen. En het andere nieuwe huis? Dat is een vervanging van een klein huisje wat hier al staat. Wat ook op, gesloopt is tegen de tijd dat jullie dit horen. Maar gesloopt wordt komende week. En dat is een klein oud huisje wat dan verdwijnt. Ja. Je zegt van het gaat niet alleen om deze bouw, het gaat ook om de omgeving. Is er veel veranderd in de omgeving? Ja, er is al behoorlijk wat veranderd. Aan de rand van het terrein wat bij ons hoort is een kikkerpoel gegraven. Er is een fietspad aangelegd door de fietspadenvereniging Heten. Dus aangeplant ook daar in die hoek. En dat is heel mooi al aan het worden. Ja. Wat vond je nou het allerbelangrijkste wat er anderhalf jaar geleden tot op heden is gebeurd? Ik vond de sloop van al die schuren eigenlijk heel indrukwekkend. Het is niet alleen wat er boven de grond staat, maar ook alle gierkelders en dergelijke. Dat je zegt van, het is toch wel een enorm ingrijpende operatie om het van functie te laten veranderen. Om het een woonbestemming te geven. Wat zei wethouder Haarman toen die het weer zag? Dat er een hoop veranderd was sinds de vorige keer. Ja, maar naar tevredenheid ook? Ja, zeker. Ja. Okay. Jeroen. Een landschapskunstenaar die bedacht heeft hoe dit hier moet worden. Kan nog even vertellen, wat is een landschapskunstenaar ook alweer precies? Ik werk met het landschap in plaats van dat ik het landschap afbeeld. Dus het landschap is mijn materiaal. Ja. Daarmee maak ik mijn werk. En dan gaat het over hoe we leven in een landschap en hoe we willen leven in een landschap en hoe we hebben geleefd in een landschap. Ja. En dat probeer ik erin te betrekken. Nou, zo'n kleine anderhalf jaar geleden stonden we hier te praten bij een maquette. Ja. En nu staan we... In je kunstwerk. Ja, in het gezamenlijk kunstwerk. Ja. Want dat is een van de eigenschappen van de landschapskunst. Je doet het nooit alleen. Nee. Nee, we hebben gewerkt met een ecoloog, een landschapsarchitect erbij, de architect erbij, de nieuwe bewoners die op de boerderij zijn gekomen. En zo samen de plannen gemaakt met z'n allen. Ja. En we staan er nu in, ja. Kijk, een van de leuke dingen is, zoals een hele groep fietsers die er nu voorbij komt. Wij drachten van, het zou mooi zijn als er een pad kan over het land. Ja. Stichting Wandel en Fietspaden Heten kwam langs. Die zei, dat pad kunnen we wel gebruiken, helemaal tot aan de Wezenbeweg. Dus aangelegd. Nou, wordt ontzettend veel gebruikt. Geweldig. Dus ja. Het is niet alleen een ontwerp maken, maar het is ook een ontwerp maken wat levensvatbaar is. Ja. En we hopen dat dat zo doorzet, dat soort dingen. Nou, dat is inderdaad leuk als je zo zeg maar de fietsers ineens door je landschap ziet rijden, hè? Ja, het basisidee is dus van, nou, wat is nou Rood voor Rood? Je hebt boerderijen die... zijn niet langer in gebruik om hun agrarische functie. Als je dan niks doet, dan vervallen ze of het wordt een hele luxe woning en verder niks. Mm-hmm. En wij wilden juist een plek hebben die iets meer landschap had, om te laten zien dat je dan toch ook weer een nieuw landschap kunt bouwen.
En dat moet beantwoorden aan alle functies die het platteland bij zich heeft. Dus een deel van het land is gewoon nog echt in gebruik als grasland door een buurman. Een deel van het land gebruiken we wat meer ecologisch. Er ligt een gerstveld in. Dat is zaad voor de zangvogeltjes. We hebben een aantal nieuwe bomen ingeplant om een mooie overgang te maken. Dat hoort typisch bij Salland van die plukjes bos zo langs wegen. De manier waarop de huizen staan is echt alsof het gewoon nog een boerenerf is. Als je het erf opkomt, denk je, je ziet een schuur. Hè? De mensen zeggen, het is een schuurwoning. En we vinden dat ook een hele juiste benaming. Totdat ze dan binnenkomen. Dan zien ze ineens dat het echt een fantastische grote open woning is die helemaal leeft met het landschap. Dus we wilden een nieuw soort landschap, het landschap van de toekomst. Dat zal heel druk functioneel zijn met die grote boerderijen aan de ene kant. En een meer recreatief landschap, meer aandacht voor ecologie aan de andere kant. Dus het zal veranderen, het platteland. Ja. Ja. Er staat ook een echt kunstwerk nog op het grote erf hier, hè? Ja, er zijn er al meerdere op het erf. Er is één kunstwerk dat is gekomen van Bruno Doedens. Die heeft dat gemaakt voor Oerol. En zijn broer Dominique, die woont nog hier in het dorp. Ze zijn samen hier opgegroeid aan de andere kant van de Overmeenweg. Hebben gevraagd of 5 van hun beelden hier mochten staan aan de poel. En die staan dus naast de poel. Ja, want dat is ook nieuw, hè? De kikkerpoel. Ja, de kikkerpoel. De poel, die noemen wij het amfibietheater. Hè? Dus de kikkers kunnen naar jou kijken en wij kunnen naar de kikkers kijken. Dus hij heeft een soort amfitheaterachtige vorm. Ja, en we staan hier zeg maar voor een... Dit is echt helemaal nieuw geworden en ook weer in de oude stijl, hè? Ja, de mensen die de boerderij gekocht hebben, die hadden alle vrijheid om mee te doen wat ze wilden. Hè, in overeenstemming met wat de gemeente toestaat. En die hebben echt op basis van de oude foto's die er waren van de boerderij, nog van Jan Lenderink, gekozen om die gevel er weer in terug te zetten. Ik vond het een enorme ingreep. Ja. Maquette is ook een soort denkstap. En die maken we nog steeds. Ja. En de basis ervan klopt helemaal. Want als je ziet die fotootjes die we van de maquette maakten. En je hebt nu de foto maak je op het erf. Dan staat er wat we daar gebouwd hebben toen in die maquette. Dat is ongelooflijk. Tegelijkertijd zie je nog overal weer van dat je bent bezig met. Je denkt, nou, ik ga toch daar dat soort planten in zetten. Of ik ga daar zo'n boom in maken. Of laten we die heg iets verschuiven. Of, nou, je ziet dus al waar je aan begint. De komende 30, 40 jaar zijn we wel bezig. Ja. Dat leeft. Annette, we zitten hier op een plekje waar eerst de schuur stond. En nu een prachtige woning. Ja. En jij woont hier. Ja, fantastisch. Dat is echt geweldig. Het is zo fantastisch om hier open in het landschap te wonen. En mooi is ook dat we aan de erfkant helemaal mooi dicht zitten. En daardoor een boerenschuur nabootsen, zeg maar. En aan de landkant is het eigenlijk allemaal glas. Mm-hmm. En daardoor maak je ook heel erg deel uit van het landschap. Dat is heel prettig om zo te ervaren en zo te wonen. Nou, je begint op een gegeven moment met plannen en dan wordt er een ontwerp gemaakt en een maquette. En nou woon je hier. Voldoet het ideeën die je had? Ja, absoluut. Ja? Ja. Ja, als ze aan het bouwen zijn, dan loop je er regelmatig doorheen. En dan probeer je eigenlijk al voor te stellen hoe het zou voelen als je erin woont. Dus je bent er zo intensief mee bezig geweest dat je op het moment dat we met de meubels hier inkwamen, toen dachten we echt van ja, dit voelt precies zoals we ons voorgesteld hebben. En dat komt ook omdat je stap voor stap meemaakt in de hele bouw. We hebben ook een aantal dingen zelf gedaan. En onder andere alle dakpannen erop gelegd met de kinderen samen, met aanhang daarvan, met vrienden uit Hengelo. Zoveel mensen hebben daarbij geholpen. En zo waren er steeds klussen waarbij we een deel zelf deden. En daardoor ga je stapsgewijs mee in de groei van het hele gebouw. En dan voelt het heel erg thuis. Voel je in een kunstwerk wonen? Een kunstwerk, ja. Wat is een kunstwerk? Dat is natuurlijk een leuke vraag. Maar we vinden het wel een hele toegift dat we hier wonen. En een heel groot voorrecht dat we hier mogen wonen. En het is denk ik wat dat betreft een kunstwerk dat de architect gewoon heel goed in de roos heeft geschoten met zijn ontwerp. En dat voldoet wat dat betreft helemaal aan onze verwachtingen. En je hebt ook een nieuw t-shirt zelf ontworpen met de 3 marken. Niet erover mee, want dat kon geloof ik niet. Nee, dat klopt. En toen zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe naam. En Jeroen heeft dit logo ontworpen. Het logo 3 marken bestaat uit 3 kleuren, lichtgroen, donkergroen en rood. Het rode deel staat eigenlijk voor het bebouwde deel van dit terrein. Het lichtgroene deel staat voor het weiland. Ja. En het donkergroene voor het bos. Wat hier achter ligt. Ja, wat hier aan de overkant van de weg ligt.
En dat samen vormt ons hele bezit, wat we met z'n zessen in eigendom hebben. En grappig is ook wel weer dat drie marken ook weer staat voor de drie huizen die hier zijn en de drie gezinnen die hier wonen. Dus eigenlijk een dubbele drie marken. Dus wat dat betreft leek het ons een mooie naam.